Het gesprek over roken gaat altijd over stoppen met roken. En stoppen met roken gaat altijd over gezondheid. Maar we beseffen pas wat dat betekent als we ziek worden. En dan is het te laat. Als kind en aanvankelijk ook als puber was ik rabiaat anti-roken. Op mijn 17e stak ik toch op. 99 keer nee gezegd en 1 keer, wat kan mij het ook schelen. Zo is het begonnen. Ik vond roken geweldig. Ik wist niet beter dan dat ik er bewust voor koos. Dat ik ervan genoot en dat het wezenlijk deel uitmaakte van mijn persoon, van mijn bestaan. Het uitgaansleven en de liefde. En vooral het schrijven. En toen werd ik hees. Een poliepje, dacht de huisarts. Het was kanker. Op de stembanden. Met meer dan 90% kans op genezing waren de vooruitzichten gunstig. Maar toen bleek ik tot de 10% te behoren bij wie bestraling niet aansloeg. En moest mijn hele strottenhoofd eruit. Nu pas, ontnuchterd, zie ik hoe volkomen ik door de verslaving werd geleefd. Letterlijk, slaaf was van de tabak en van de tabaksindustrie. Heb ik de kanker aan mezelf te wijten? Ik kom er moeilijk onderuit. Maar in hoeverre is de keuze vrij? Zolang het roken alom tegenwoordig is en rookwaar alom verkrijgbaar, zullen er mensen, vooral jonge mensen, in de val blijven lopen. De tabaksindustrie gaat vrijwel ongestoord voort, zich aan de verwoestende verslaving te verrijken. En ook de overheid blijft bij miljarden aan het roken binnenlopen. Terwijl het enige zinvolle dat de rokers ervoor terugkregen, hulp met stoppen, uit het basispakket is gehaald. Daar gaat een fout signaal van uit. Kennelijk is de overheid met de schatkist wel, maar met het lot van de rokers niet begaan. Was het genot de verwoesting waard? Voor mij doet die vraag er niet meer toe. Het kwaad is geschied. Naar roken taal ik niet meer. En bovendien is het technisch voor mij onmogelijk geworden om te roken. Hooguit zou ik een sigaret in mijn stoma kunnen steken en dan een hijs nemen. Dan knalt de nicotine pats rechtstreeks tussen mijn sleutelbeenderen door mijn longen in. En voor u, zie de mens. Wat is het u waard?